Dirk, we staan hier op de ICO Seminar in Utrecht. Hartstikke leuk, hè? Een zaal vol met particuliere beleggers. Wat is zo je eerste indruk? Ik heb een goede eerste indruk. Ik leer heel veel bij weer. Dus in ieder geval door de manier waarop de ICO's zich presenteren en wat ze weer uitgevonden hebben aan nieuwe technologie. Ja, dat is, ik vind het boeiend. Hm. En je spreekt in de wandelgangen heel veel interessante mensen, waar je dus direct weer volgende week zaken mee gaat doen. En dat vind ik ook wel weer bijzonder. Ja, het is nog een kleine wereld, hè? Ik bedoel, ja, en ik vond het ook wel opvallend dat jullie lekker ontspannen een presentatie hielden. Dus je voelt je wel als een vis in het water. Ja, het is natuurlijk ook wel ontspannen. Daar heb ik wel een klein beetje ervaring om van grote groepen te praten. Klopt, ja. Het is wel een nieuwe wereld, maar het is ook een wereld die elkaar iets gunt. Mm-hmm. En die elkaar helpt om beter te worden. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dus het is heel weinig afgunst. En als ik dus in de wandelgang met mensen spreek, dan heb je meer het gevoel van hoe kan ik jou helpen, hoe kun jij mij helpen, dan dat je elkaar te slim aan wil zijn. Ja, misschien nog heel even voor het grote publiek. Wat doet ICO Headstart nu precies? Nou, ICO Headstart is een platform die heel veel projecten beoordeelt, screent en vervolgens plaatst op haar platform. Dus wij zijn een groot platform voor alle ICO's. We hebben de afgelopen 2-3 maanden zo'n 50 projecten aangeboden gekregen. En we zijn nu bezig met de screening van die projecten. Ik ga hem met kort listen. En wat kom je zo tegen, zeg maar, bij de screening? Moet even kuchen. Ja. Je komt heel wat tegen. Je komt bij de screening, kom je onder andere tegen dat je het beoordeelt, toch op de manier van de oude economie. Je moet weten wie zijn de aandeelhouders, kan verkopen, hoe ziet het whitepaper eruit, hoe ziet het bewijspanel eruit. De vindmarkt, de tent, kan degene die dit op gaat zetten, kun je dat bedrijf gaan leiden? Dat gaan we allemaal beoordelen. Kom je ook scams tegen? Uiteraard komen alles tegen, maar die komen niet zo ver. Die worden in het begin al, die komen niet zo ver dat ze beoordeeld worden. We zijn daar heel streng in. Want wij zijn eigenlijk een soort platform waarbij de backers zelf veel minder de whitepapers hoeven te lezen. Wij hebben er al voor in gedaan. En de backers investeert gemiddeld $275 per ICO. Dus daar heeft hij vaak niet de tijd voor om al die whitepapers te lezen. We hebben ons geen vertrouwen dat we dat al gedaan hebben. En daarnaast staat alles in de blockchain. Dus omdat het in de blockchain staat, is het betrouwbaar, transparant. Alle documenten die wij maken, zijn vermeld in de blockchain. Dus de backer kan het allemaal nalezen en checken. Ja, dus eigenlijk jullie voorzien eigenlijk de cryptocurrency-wereld van een soort nieuwe functie. Eigenlijk een soort, hè, zoals ook in de wereld de SAP's, de ratingbureaus. Jullie zitten daar een beetje in die sfeer. Nou, wij screenen enorm. En de screening is goed voor de backers. En zijn vorig jaar ICO's geweest, die haalden in 37 minuten 38 miljoen op. En vervolgens wisten ze niet dat ze met geld moesten doen. Ja. En wij weten exact wat we ermee moeten doen. En op die manier krijgen ze toch een soort regulering in de ICO's. En als iemand ons gelist wordt, weet je ook bijna zeker dat hij geld gaat krijgen. Omdat wij weer werken samen met partijen, met VC's, een grote community, die wil investeren. En dat geeft toch een stukje zekerheid voor de ICO's. Wij geven zelf geen geld, dus onze backers hebben stemrechten. En die mogen zelf stemmen welke projecten gefund gaan worden. Jullie hebben natuurlijk eind december 11 miljoen door opgehaald. Wat is met dat geld gebeurd? Nou, dat geld wordt heel voorzichtig besteed. We leggen nu echt op de kosten. We hebben een goedkoop kantoor in Den Haag, een groot goedkoop kantoor in Rotterdam. Om de kosten laag te houden. Dus we acteren als een soort start-up, zou je kunnen zeggen. Ja. Ondertussen hebben we wel onze software is allemaal op orde. En we gaan nu, doordat we dit geld hebben opgehaald, gaan we dus de technologie nog beter maken. En dat is bestemd voor onze eigen operatie. Mm. Het is ook zo dat wij projecten een stukje meehelpen. Ja. Dus we krijgen een soort headstart van 20% van onze winst, onze profit die we maken, gaat naar headstart. En ook 10% bij de ophaling van onze ICO gaat mee met de projecten om ze een goede start te geven. Ja, dus, en wat is jullie verdienmodel eigenlijk? Uiteindelijk, hè, je bent ook een organisatie opgebouwd. Wat is jullie verdienmodel? We hebben eigenlijk een heel speciaal verdienmodel, we hebben geen kosten. Ja. Dus het kost, een ICO kost het niets. Mm. Ons verdienmodel is dat ze extra tokens van de ICO aan ons geven. En die tokens kunnen wij later op de exchange weer verkopen. En dat is eigenlijk ons verdienmodel. Dat betekent ook dat wij achter de ICO staan, die de listen. Ja. Want als het ICO niks wordt, verdienen wij ook niks.
Ja, precies. Dus in die zin. En jullie zijn gelist aan de LE token. Ja, ik heb het rapport van Exchange, maar dat is een nieuwe Exchange. Er komen steeds meer Exchange. Ja. En de LE token is de eerste. Mm. Die worden op wereldwijd benaderd om op andere Exchanges te gaan staan. En dan gaan we de komende weken rustig uitduiken. Mm. Want we vinden het wel niet prettig om heel veel geld te moeten betalen. En als je $300.000 moet betalen om ergens geplaatst of gelist te worden, dat vinden we te veel. Ja. Dus wij proberen eerst heel weinig geld overal gelist te worden.